Dat is de opstelling van Ruud Brood. Ruud, verrassende opstelling denk ik. Vooral ook omdat we dachten dat Tamata gewoon fit zou zijn. Wat is er met hem gebeurd? Ja, eigenlijk een verrassing ja. Hij heeft dezelfde klacht als vorige week. Gisteren hebben we aangepast met hem getraind. Dat ging goed, maar uiteindelijk gisteravond had hij er weinig vertrouwen in. Dan hebben we contact gehad en ja, dat is de reden. Hij zegt, ja, dan, als ik weinig vertrouwen heb, ja, dan kan ik niet echt goed spelen. Dus vandaar. Een streep door de rekening, want de RKC speelt met een echte specifieke rechtsbuiten. Die ken je, Josephson. Dat wil je eigenlijk ook een echte specifieke linksback. Nu denken wij dat Vladeris daar speelt, dat lijkt het meest logische. Kan hij dat goed? Nou, vooropgesteld, Josephson heb op 3 verschillende posities gespeeld. De laatste tijd als tweede spits, dus niet als rechtsbuiten. Misschien zetten ze hem nu wat aan de buitenkant. Maar ik heb hem ook linksbuiten zien spelen tegen Feyenoord. Dus daar houden we niet zoveel rekening mee. In die zin dat hij snel is en behendig. Maar Vladeris op die positie. Wat, jij hebt het wel eens eerder gedaan volgens mij, hè, toen de nood aan de man was. Jawel, jawel. Maar je moet ook, wij moeten natuurlijk. En als je Abel niet hebt, dan is dat een van de oplossingen. En als het goed is, ja, zij spelen een beetje 4-4-2. Misschien zelfs nog wat verder teruggetrokken. Nou, dan heb je aan de zijkant meer aan middenvelders dan aan back soms. Dus laat dat er maar uitkomen. Je speelt dan een linie naar voren met Juman Hupperts. Hupperts is een jongen die veel gespeeld heeft. Daarna even vanaf de bank het heeft moeten laten zien. Hoe belangrijk is zo'n jongen nu vanavond? Want je zegt het zelf al, we moeten. Nou ja, ook rekening houden met de tegenstander. RKC is voetbalt van achteruit. En daarnaast ken je Art natuurlijk vrij goed. Als je die vrij laat, simpel gezegd, gaat hij komen. En Guus heeft wel dreiging, snelheid. En kan van Peppe het heel erg moeilijk maken. En ja, thuis heeft hij denk ik nog wat meer flair. Dus ik hoop dat hij ook in de assisterende rol naar de spitsen toe. Ja, dat dat dan weer een welkome versterking is, ja. Je zegt dus moeten, hè? Het is zo'n wedstrijd van de rob of de ronde. Dat kan ook lekker zijn, hè, als trainer, volgens mij dat gevoel. De supporters die een beetje onrustig zijn. En je weet, als je deze wedstrijd wint, dan speel je al die druk weer een week weg. Maar de spelers moeten het doen. Hoe reageren die op die situatie? Nou ja, wat je ziet in deze fase van de competitie. Ik denk dat de RKC dat ook heeft met die vermeende vechtpartijen, om het maar zo te zeggen. Sommigen zijn prikkelbaar, sommigen hebben wat klachten. Maar ben je ook vechtpartij eigenlijk? Ja, de trainer. Nee. Maar vooralsnog denk ik dat ze er goed mee omgaan. We hebben natuurlijk het heel goed voorbereid, denk ik. Maar dat dachten we vorige week, maar nu moet het gebeuren. Nou oké, dan heb je geen excuses meer. En dan moet je ervoor gaan. En de laatste thuiswedstrijden hebben we wel laten zien dat we met een bepaalde strijd ook ver kunnen komen. Ja, ik vond alleen vorige week dat het tweede helft voetballend lieten we het afweten. Dus je moet niet alleen zeg maar, de lange bal hanteren. Dus we trachten ook wel over die zijkant en met name via Guus goed door te komen. Ja, die kan dan bijvoorbeeld de Moesje en Malky bedienen. Veel mensen zeggen van speel nou maar die lange ballen op die twee. Doe dat lekker de hele wedstrijd. Jij gelooft daar niet in. Hè? Jij zegt altijd je moet dat afwisselen. Af en toe wel, maar ook voetballend blijven spelen en zo proberen de voorste mensen te bereiken. Waarom? Ja, dat zag je tegen Willem II. Na 5 minuten scoorden zij in de tweede helft de goal. De tegenstander gaat er zich op instellen. Ze geven 3 dubbele dekking onderhand en gaan voor die tweede bal. Ja, en dan kan het een keer meezitten. Meestal een fase in de wedstrijd dat je achter staat, moet je. Maar dan moet je niet altijd hanteren. Want we hebben ook de kansen gecreëerd door het midden of over de zijkant. Ja, dan moet je aanvoelen. Wanneer zet de tegenstander druk op jou, dan kan je die lange bal hanteren. Simpel gezegd, dan sluit je goed bij. En kan je doorheen voetballen, dan moet je dus. Ja, die spelers hebben wij ook. Anders wordt het heel erg simpel. En je houdt geen 90 minuten vol. Dat is niet één team. Die alleen maar heel erg opportun 90 minuten lang een bal diep spel en gaan maar rennen. Ja, lijkt me duidelijk. Succes en veel plezier vanavond. Bob,